Sinds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de rimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen, hij roept ons wees toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is te roem. Wat staat er bovenaan jullie verlanglijstje? Geen idee. Wat gaan jullie zo meteen doen? Nee, we gaan straks dansen. Sinterklaas. En wat voor dans doen jullie dan? Een Sinterklaasdans. Oké. Die box die staat hier omdat we de afgelopen 3 weken hebben we geoefend voor een flashmob. Dat is eigenlijk nog een geheimje, dus ik mag het niet te hard zeggen. En dat gaan we met alle dansers van Mac en van mijn collega's gaan we dat doen, van Anders Dancing. Oké, leuk. Ja, doe je ook mee straks. Oké. Leg je microfoon even weg en doe je mee. Het is een heel simpel dansje. Okay. Waar wacht je op? Ja, hè? Ziet er wel heel erg mooi uit. Speciale paarden voor Sinterklaas? Die heb ik speciaal voor Sinterklaas. En hoe komen jullie dan aan die paarden? Die heb ik gekocht. Dat zijn echte Friese paarden. En hoe moet een paardje eruit zien of zich gedragen om een paard voor Sinterklaas te zijn? Die moet heel rustig zijn en mak. Okay. Want anders dan krijgen we ongelukken, hè? Dat kan niet. Nee. Dat hopen we de mensen niet. Is het dan ook speciaal een zwart paard of zou het, als het een wit paard was die erg rustig zijn, ook kunnen? Dat kan ook. Een bruin paard kan ook. Oké. Dat kan allemaal. Maar ik heb nou toevallig die zwarte paarden. Ja. En ik doe het al een jaar of 5 hier zo. Ja, heel veel paard. Ja. Wie jou? Ik kan ook wel afspringen. Nee, ik heb nog een microfoon aan. Met wie ben jij hier? Met oma. Gezellig. Nee, niet met mama. Nee, met opa en oma. Zij kan. Ja. En? Een verlanglijstje. Ja, wat staat er bovenaan jouw verlanglijstje? Ik weet het niet meer. Ja. Wat heb je dan vorig jaar gekregen wat op je verlanglijst staat? Weet ik ook niet meer. Waar wacht jij op? Op Sinterklaas. En als jij Sinterklaas straks iets mag vragen, wat zou jij dan hem willen vragen? Weet ik nog niet. Oké. Zou je hem wel wat willen vertellen? Ja. Waarom heeft hij geen zwart gezicht? Ja. Dat weet ik niet. Want zwarte pieten hebben toch meestal wel een zwart gezicht? Ja. Jawel. Nee,
Maar wilde jij blanke Piet zijn vandaag? Ja. Oké. Okay. Wat durf jij dan niet aan Sinterklaas te vertellen? Of ik in de zak mag. Waarom heb je een schoorsteen op je... Ja, waarom heb je een schoorsteenhoed op? Op wie wachten we? Wie is het? Sinterklaas. Sinterklaas, hè? En wil jij Sinterklaas nog iets vragen? Ja. Wat ga je vragen? Wat wil je nog vragen? Ja. Wat zeg je? Waarom heb je niet een zwart gezicht? Nou, omdat het ook niet hoeft. Waarom vind jij het dan niet hoeven? Ik mag mijn eigen pak toch wel weten. Ja. En waar wachten jullie dan op? Op Sinterklaas. En willen jullie Sinterklaas dan ook nog wat vertellen of vragen? Nee. Oké. En wat wil je dan heel erg graag hebben? Weet jij het al wel? Wat ik wil hebben? Ja. Nintendo 3DS. Dan heel erg goed cadeau, hè? Hoe bent u zo verkleed? Zo verkleed? Ik loop er altijd zo bij. Ik ben Joris. Hoe heet jij? Aukje. Hi Aukje. Dan ben jij de winnares van de gedichtenwedstrijd. Ja, dat klopt. Ja, gefeliciteerd nog. Dankjewel. Aukje. Ik loop altijd zo. Want ik mag Sinterklaas welkom heten. Dat is leuk. Dat heb ik 8 jaar geleden ook gedaan. En hoe oud ben jij? Ik ben nu 11. Heb je dat misschien wel gezien toen je 3 was? En de broek die paste nog. Waarom heeft u het dan niet elk jaar nog gedaan en alleen nog maar 8 jaar geleden? Ja. En nu dan weer? Omdat Sinterklaas en zo en ik waren wel een beetje toe aan een beetje rust. Sinterklaas was ook wel een beetje toe aan een beetje rust. Oh, maar waarom doet u het nu dan wel weer? Omdat ik het leuk vind. En ze zeiden, Aukje komt voor TV Hattem om te interviewen. Nou, dan wil ik daarbij zijn. Gelooft u nog een beetje in Sinterklaas? Gelooft u nog een beetje in Sinterklaas? Geloven in Sinterklaas? Sinterklaas bestaat toch gewoon? Dat is toch geen geloven? En Sinterklaas bestaat? En wilt u hem dan ook nog wat vertellen of vragen? Ik ga Sinterklaas straks allemaal brutale vragen stellen op de markt. En wat voor vraag gaat u dan stellen? Welke vraag moet ik stellen aan Sinterklaas? Heb jij een idee? Wat wil je graag weten van Sinterklaas? Straks mag ik misschien ook nog wat vragen stellen, maar ja? Die ook nog jij. En heb jij een vraag die ik zou moeten stellen aan Sinterklaas op het podium straks, op de markt? Eigenlijk niet. Fluister dan stiekem een geheime vraag. Eentje. Nee, ik weet eentje, er echt... Eentje stiekem. Nee. Stiekem, maar toen alsjeblieft. Nee. Dan verzin ik zelf een vraag. Oké. Wat zijn uw favoriete pieten? Hoe zien die eruit? Dank je. De meeste zwarte pieten zijn zwart. Daarom zijn zwarte piet. Is altijd favoriet, maar ook andere kleuren vind ik wel mooi. Maar meestal zwarte piet. Zwarte pieten moeten zwart zijn. Vind ik wel eigenlijk, ja. Zo, zwarte pieten. Altijd zwart. Ja. Maar heb je ook speciale pieten met andere kleren aan? Wat ik eigenlijk mooi vind, die echte zwarte pieten pakken met zo'n pofbroek zo. En van die grote kleur en van die veren op de pet, die vind ik echt het mooiste. Hele mooie pakken. Niks stoerste. Snap ik. En jij vindt het ook het mooiste? Ja. Hoe meer kleur in dat pak zit, hoe mooier het is. Ja. Ja. Wat ik ook heel leuk vind, is als ze rare dingen doen. Als ze over inklimmen. En als ze bijna gevaarlijke dingen doen. Niet altijd gevaarlijk doen, maar een beetje stoere dingen. Dat vind ik ook wel mooi. Ja. Volgt u ook het Sinterklaasjournaal? Heeft u dat ook gekeken? Ik heb het 1 of 2 keer gezien, want ik ben niet altijd thuis dan. Soms moet ik nog een beetje verkaderen, zo zie ik het niet altijd. Want ik heb gezien dat Pieter van de boot af zijn gegaan. Denkt u dat er nu nog wel Pieter komen? We zullen het zien zo. Ik denk het wel. Ieder jaar zijn er Pieter, een heleboel. Dus ik denk dat ze er vast wel bij zijn. Ik hoop het wel.
Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer? Hoe waaien de wimpels al heen en al weer? Nu jij! Nu jij! Nu ben jij aan de beurt! Dank u wel. Ben je natuurlijk bent. Ja, ja, ik ook. Dit is ook je. Dag, ook je. Wat zeg je? Welkom. Dank je wel, hoor. Ja. Hoe is uw reis geweest? Heel goed. Ik heb een hele goede reis gehad. Fijn. Dank je wel. En wat mist u nou het meeste als u in Spanje bent van Nederland? De gezellige mensen. Ja, die mis ik. En daarom kom ik altijd graag in Nederland. Wat vindt u het leukste cadeau om te geven aan de kinderen? Het leukste cadeau is als ze het ook echt leuk vinden om te krijgen. En als ik de gezichtjes zie, dat is het leukste cadeau. Ja, snap ik. Ja, ja, goed hoor. Je kunt goed interviewen. Dank u wel. Ja, ja. Dus, wij zijn een beetje verlaat. Ik heb een beetje gekregen. Maar van harte welkom. Ja, dank u wel. Fijn dat u er bent. Ja. Fijn dat u er bent. Je hebt een koude handen, zeg. We sluiten het hele tijd. Gaat u mee, Sinterklaas? Ja, zeker. Even kijken zeker. Nog. Even naar de krant ook. Ja. Dat is mevrouw van de krant. Oudjes, kom er maar even bij. Ja. Kom, kom maar. Kom maar. Even mee. Goede meneer van de krant. De krant. Oh. Hallo. Mevrouw van de krant. Ja. Dat is de mooiste mevrouw van de krant. Sinterklaas. Ja. We gaan hem lachen, sir. Geef je door, Anna. Thank you.
De kleine Piet. Zo, alsjeblieft. Gezellig. Zo.